Eerst naar jou, Frank. Een onrustige avond en nacht bij de RAI in Amsterdam. En dat had niks met voetbal te maken. Nee, de ME die eraan te pas moest komen met honden, met een helikopter. En waarom dan? Nou, omdat mensen naar de stembus mochten. Turkse Nederlanders die konden tot en met gisteren hier hun stem uitbrengen voor de Turkse parlementsverkiezingen. En dat daar veel op het spel staat, dat werd dus pijnlijk duidelijk. Aanhangers van verschillende partijen die gingen met elkaar op de vuist. De politie en de ME die zijn er tot diep in de nacht mee bezig geweest. Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen. Bij de politie is gelukkig iedereen ongedeerd gebleven. Maar de vrees is dat het ergste nog moet komen als die verkiezingsuitslag volgende week bekend wordt. Abdikin Akdogan van de PvdA die heeft gereageerd op Twitter. Ik vrees dat al het geweld dat we tot nu toe hebben gezien in voorbode is voor een totale escalatie. De oppositie die gaat winnen. Erdogan gaat dat nooit accepteren. Zijn aanhangers al helemaal niet. Maar ook dat zal het land overwinnen, zegt hij. Claire Martens die is de fractievoorzitter van de Amsterdamse VVD. En zij, ook zij houdt haar hart vast. Maar deze rellen geven eigenlijk een afdronk voor mij. Met twee smaken. Enerzijds, waarom wisten we dit niet? Vorige week waren dat ook rellen. En aan de andere kant maak ik me ook wel een beetje zorgen voor volgende week. Dit soort rellen wil je gewoon niet. Ze kunnen ook heel groot worden. Er zijn heel veel mensen in de RAI op dat moment. Dus ik ben blij dat de politie heeft opgetreden. Maar mijn zorg is eigenlijk richting de toekomst. Als er nu al rellen uitbreken, wat gebeurt er dan met de verkiezingsuitslag volgende week? Ik wil vooral weten van de burgemeester wat we gaan doen. Ik wil gewoon dat we leren. Ik wil dat Amsterdammers die daar niks mee te maken hebben niet worden verrast door rellen. Dat is het belangrijkste. Houdt u hard vast ook voor volgende week? Ja, en het is natuurlijk sowieso bizar dat ze zeg maar in Turkije een verkiezing organiseren en dat we dan in Amsterdam rellen krijgen. Dat is natuurlijk al heel raar om te bevatten. En het staat sowieso haaks op het hele idee van verkiezingen. Dat is namelijk op een geweldloze manier je stem laten horen. Ja, als het dan eindigt in rellen waar de ME en politiehonden en helikopters boven moeten gaan hangen. Want welke druk geeft dit natuurlijk ook op ons politieapparaat? Nou ja, dat is natuurlijk veel te veel. Dus het is echt bizar wat hier gebeurt. En ik hoop dat ze dit ook in de kiem kunnen gaan smoren. Want het is niet de bedoeling, lijkt mij. Ja, nou ja, vragen daarover dus van de VVD in Amsterdam.